Het is natuurlijk een bijzondere tijd. Het is een tijd waarin we met corona te maken hebben. Dat heeft voor heel veel jongeren natuurlijk nog meegespeeld in hun examens. Ook de manier waarop ze examen gedaan hebben. Ik heb voor iedereen heel veel bewondering die in deze tijd en überhaupt het examen gedaan heeft. Ik feliciteer iedereen die geslaagd is, waaronder ook mijn eigen zoon dit keer. Dat vind ik gewoon ook hartstikke leuk om hier even te melden. Nou, van Sandra ook nog een dochter of een zoon. Dus geweldig om te zien dat er zoveel Oosterhouters weer aan een nieuwe toekomst of een stukje verder de toekomst weer kunnen gaan bouwen. En dat is gewoon heel erg leuk, want het is weer een volgende stap. Voor de anderen, geeft niks, die stap die komt. En soms duurt het een jaar langer, maar wat is een jaar op een mensenleven. Dus het komt allemaal goed. Heel veel succes en heel veel plezier. Nou, voor alle geslaagden, jullie zien de vlag weer hangen, wordt een mooie traditie. Gefeliciteerd, geniet ervan. Feest met je vrienden, familie. Drinken wat op, volgens mij wel verdiend. Degenen die nog niet geslaagd zijn en nog een herkansing hebben, heel veel succes met de herkansing. Doe je best en dan komt dat hopelijk ook goed. Degenen die helaas niet geslaagd zijn en ook in de herkansing het niet meer kunnen recht trekken, geen zorgen, volgend jaar heb je weer een kans en dan hijsen we voor jou de vlag.